Hi JB, Hey, hoe gaat het? goed. Ja, Het hoe gaat is voor goed. jou de lockdown? De lockdown, ja. Ja, God, ik heb er de afgelopen maanden niet zoveel van gemerkt, omdat ik op Bonaire was, waar ik nu ook een studio heb en een huis, eigenlijk woon. En ik ben nu in Amsterdam, dat ik morgen naar Duitsland moet voor werkzaamheden. En ja, weet je. Ik merk er niet zoveel van. Zeker daar niet. Je kan daar eigenlijk gewoon nog leven. En ja, ik heb daar gewoon een prima huis en ik amuseer me daar prima. En ben veel in de natuur. Ja, dus voor de natuur gaat de lockdown. Ja, alles gaat gewoon door. Ja. Voor jou zeg maar, heb je nog wat meer kunnen doen? Heb je meer gedaan tijdens de lockdown aan muziek en projecten, of is het eigenlijk ook hetzelfde gebleven? Hetzelfde gebleven eigenlijk, minus de live shows natuurlijk. Maar ik heb veel productiewerk gedaan en veel songs geschreven. Maar dat was niet zo van, nou, de lockdown is, ik ga nu eens leren macramé of zo. Dat is zeg maar, dat is bij mij niet het geval geweest, nee. Nee, eigenlijk is alles gewoon een beetje doorgegaan. Ik heb wat meer nieuws gelezen, dat soort En dingen. als je dat leest, wat voor gevoel krijg je daarvan? Beetje onheimisch. En ik heb daar wel, ja, God, ik heb daar een soort eigen mening, zoals de rest van Nederland of de wereld heeft een eigen mening daarover natuurlijk. En ik weet natuurlijk uiteraard ook zoals iedereen hoe het allemaal beter zou moeten. Dus ja, God, daar word ik niet blij van. Nee, het is niet. Ik heb niet de indruk dat de zaken er voorlopig veel beter uit gaan zien of zo. Tenminste, ik heb niet zoveel te klagen hoor, maar ik maak me wel ernstige zorgen om een hele hoop andere mensen om me heen, zeg maar. Ja, ik denk niet dat het met een prikkie afgelopen is, om het zo maar te zeggen. En bedoel je al sinds zeg maar de maatregelen, of bedoel je het virus zelf? Nou, kijk, dat is volgende pandemie al op zich. Kijk, dat is mijn sterke mening. Ik denk het gewoon. Dat die pandemie ontstaan, onder andere voor een groot gedeelte door de vleesindustrie of zo is. En ik verbaas mij dat daar niet, ja, ik denk die vleesindustrie lobby zo sterk is, dat daar gewoon niet over gesproken wordt. Maar het is natuurlijk gewoon zo dat, ja, dat in Nederland zijn we ook al een paar keer door het oog van de naald gekropen met het mondenklauwzeer en noem het allemaal varkenspest en dat soort dingen. Dus die volgende pandemie die ligt rustig te wachten, zoals Midas Dekker zegt, ergens op de Veluwe. Ja, dus ik I don't know. I don't know. Het is, ik denk dat dit ook dat die pandemie een gevolg is van de klimaatcrisis waarin wij tekeer. Ja, dat het geheel allemaal veel groter is dan. Hè, iedereen lult nu over die pandemie van ja, eerst dit maar eens oplossen, dan gaan we met de rest verder. Maar ondertussen vergeten we even dat de ijskappen in razend tempo aan het smelten zijn. En als nooit, of sterker nog veel erger regenwoud gekapt wordt en dat soort zaken. Dat is natuurlijk wel best wel heftig of zo. Dat is mijn mening daarover. Dat voor een virus wat. Ja, ik vind die maatregelen en de mate waarover geduld wordt nogal intensief, zeg maar, vergeleken bij wat het nou eigenlijk is, eerlijk gezegd. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben geen viroloog, geen arts en beleidsmaker. Maar dat is wel iets waar ik mij zorgen over maak, ja. Nee, maar je hebt wel gezond verstand. Dus ik denk dat er veel mensen wel met je mee kunnen gaan qua Ja. idee, waaronder ik. Dus, Ja. maar Nou. ja, laten we er een. Let's Je not weet hoe het gaat. Nee, je weet hoe het gaat. Maar dat is ook wel een beetje gevaarlijk, begrijp je? Je weet hoe het gaat. En eigenlijk zou je gewoon wel prima moeten uitspreken en het mogen vinden allemaal. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk ook allemaal wel wat moeilijker. Maar goed, ik deel je mening, dus dat is mooi. Dan nu waarom we dit interview hebben. The beginning and everything before. Ja. Je hebt in 2009 en 2013 heb je een soloplaat uitgebracht. Nou, in 2019 eentje wat je samen met Berryer hebt gedaan. Maar ik beschouw eigenlijk de eerste twee toch echt als dit is het vervolg op die eerste twee. Als je bijvoorbeeld die eerste twee nu kort zou omschrijven. Wat is jouw idee daarover? Wat je daar gedaan hebt? Catching Ophelia 2009. En de secret. Ja. Ja. Tweede, nou ja, kijk, ik vind altijd albums maken of kunst maken of zo is eigenlijk. Ik zeg altijd, het is gewoon, je schiet een Polaroid. Dat is wat je doet, weet je wel. Het ding komt erop.
Komt eruit. En dan duurt het even voor je ziet wat het is. En daarna verbleekt het. Ja. Zo zie ik dat ook. Dus ik ben eigenlijk wel redelijk impulsief. En ik denk nooit zo naar de consequenties van zoiets. Hè? Wat het nou teweeg brengt. Of dat het dan is van, oh jee, bij mij is dat is die gast van die 3 solo platen. En die tweede was misschien wel wat minder dan die eerste of zo. Hoe ik daarop terugkijk, ja, god, het is gewoon iets wat ik niet laten kan. Het is gewoon wat ik leuk vind om te doen, weet je. Dus ik maak gewoon af en toe een plaat. Ik zou het meer willen maken, maar dat is gewoon vanwege mijn werkzaamheden als songwriter en producer of zo, komt het er gewoon eigenlijk niet van. Het gebeurt dus iets als de Common Linnets, weet je wel, wat dan echt een aantal jaren wel echt je volledig opslokt. Ja, hoe ik daarop terugkijk, nou, niet zo van, oh god, had ik dat maar nooit gedaan, of... trots, ja, ik ben er wel trots op, omdat ik dus voor mezelf heb bewezen dat ik dat kan, zeg maar. Dat daar ergens dat er tractie voor is, dat mensen het überhaupt leuk vinden om te horen. Dus in die zin, vind ik dat natuurlijk te gek dat ik dat kan doen, zeg maar. Dat is ook niet voor iedereen. Jij noemde Polaroids die je dan schiet en die, ja. En die weken dan. Ja. Of je ze toch helder op je netvlies hebt, maar de Polaroid van Catching Ophelia, wat zie je en wat hoor je? Ja, die heeft voor mij dat tandestijds aardig doorstaan. Ik speel een aantal van die songs nog steeds. En die blijven mij heel relevant voelen. En fris, zeg maar. Niet allemaal, hè, maar een aantal songs wel, ja. Ik heb ze vorig jaar, tot voor vlak de vorige lockdown, heb ik ze nog live gespeeld. En dat vond ik echt altijd wel leuk om te doen. En dat is altijd wel een teken. Of zo. Als je songs speelt die al meer dan 10 jaar oud zijn of zo, dan weet je wel dat het snor zit, zeg maar. Noem maar eens 1 of 2. Maar ja, ik vond Looking Glass is wel echt een goede song, vind ik. Die geloof ik echt. Dat eerste liedje op die plaat, Amsterdam, ik zat er nog uit, vind ik nog relevanter dan ooit. Ja, die twee. Ik denk met name die twee, die zijn voor mij wel heel belangrijk. Van die tweede plaat, Secret Years, speel ik altijd live. Dat eerste liedje, die Tom Bugel solo erop. Dat vind ik een heel mooi liedje. Dat stijltje spreekt mijzelf enorm aan. Dat vind ik heel goed van mezelf. dat zijn bepaald geen throwaways geweest voor mij of zo. Nee. Ja. Wat is het eigenlijke startpunt geweest van dit nieuwe album? De verkiezing van Trump. Dat is het startpunt geweest. 2016. En je bent daar heel helder in. Kun je ons terugnemen naar die tijd? Ik was in Londen. Ik logeerde bij Cas, de zanger van Go Back to the Zoo destijds. En ik werd wakker. En toen zei de zus van de bassist van Go Back to the Zoo, de zus van Lars, ik werd wakker en deed mijn ogen open en zei, Trump heeft gewonnen. En ik kon me dat niet voorstellen of zo, dat überhaupt in vragen was. Maar hij had gewoon fucking gewonnen. Ik dacht toen dacht ik van, de wereld is gewoon gek geworden. Iedereen is tapgek geworden. Dit is mogelijk. Er is een clown, er staat een clown aan het roer van de grootste natie ter wereld. Of de meest invloedrijke natie ter wereld. Dit gaat echt verregaande consequenties hebben. En het is gebleken. De wereld is gepolariseerd. Pandemietje eroverheen. Maar dat hele Trump-ding, dat was natuurlijk ook allemaal een soort van voorwerk. Dus het polariseert nog meer, weet je wel. Dat is gewoon iets, dat zie ik met leden over aan. En ik heb daar wel een aantal songs over geschreven. Waarin ik mijn mening onverbloemd ventileer, zeg maar. Ja. Ja. Nee, en ik vind dat het bedacht weinig gebeurd is, eerlijk gezegd. Of ik hoor het niet of zo. Of het komt niet bovendrijven, maar... Het is weinig gebeurd, vind ik, zeg maar. Protest. Protest bedoel je? Maar bedoel je protest van je collega's, muzikanten? Ja. Of bedoel je überhaupt protest? Nou, het protest van mijn collega-muzikanten met name. Dat is toch wel weinig. Maar ja, God, Neil Young zei een keer, keep on rocking in the free world, mag je niet gebruiken. Daar ben ik tegen en zo. En ik zag Eminem op Reading in 2017 of 2018, weet ik niet meer. En die is dan ook al een soort rant tegen Trump begonnen op het podium. Maar verder, ja, dat toch wel weinig. Ik zie dat weinig om me heen. Zo, mensen daar. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb er wel ideeën over. Zo, maar de,
Het is ook niet een dankbaar onderwerp of zo. Kijk, als jij ergens een mening over ventileert, dan... Kijk, als artiest wil je gehoord worden door een zo groot mogelijk publiek. Dus als jij een mening ventileert, dan sluit je de helft buiten, als het ware. Dus ja, je wil als artiest iets verkopen en dan, ja... Doe je dat maar niet, of zo, snap je? Hou je het maar oppervlakkig, of zo. Ja, maar het leek, zeg maar, laten we zo zeggen, eind jaren 60 en ook nog wel in de jaren 70, denk ik, was het eigenlijk meer gemeengoed om zeg maar, wel in ieder geval een soort profiel te hebben op dat gebied. Ja zeker. Ja. Dat is ook de reden waarom het zo groot heeft kunnen worden. Volk en rol, om het zo maar even te noemen. Maar ik denk dat het heel erg versplinterd is en opgehouden is. En alles gaat natuurlijk om verdienmodellen, streams en dat soort dingen. En dat is natuurlijk gewoon... Dan kun je beter wat neutraler opstellen. Maar dat is mijn idee. Misschien zit ik wel helemaal naast. Dat idee heb ik. En ik voel mij niet te schreeuwen in de woestijn of zo, hoor. Dat geloof ik niet. Maar ik had gewoon... Het is gewoon simpel. Ik had gewoon behoefte om daar dingen over te schrijven. Ja. We hebben ook wel even die liedjes gespeeld met de Common Linus Live. That's How It Goes These Days. Ik denk dat de eerste song was die ik schreef. Ja. En neem eens ons mee, zeg maar, wat was dat die eerste song die je schreef en welk thema wilde je aanroeren daarmee? Dat het normaal is dat wij volslagen idioten als tot president verkiezen, zeg maar. Terwijl we niet aan de maatregelen nemen, racistische maatregelen, terwijl er in Griekenland, weet je wel, Syrische bootvluchtelingen aan stand dood aanspoelen of zo. En dat vind ik allemaal heel, dat vond ik maar moeilijk te verteren. Dat is natuurlijk niks nieuws, maar weet je, ik had wel het idee... Toen Bush aan de macht was, toen hadden we al zoiets van, jezus, die gast is gek, weet je wel. Die zou er niet moeten zitten, maar als je dat vergelijkt met Trump, denk je, zat Bush nog maar, weet je wel. Bij wijze van spreken. Dus dat, om maar aan te geven hoe hard dat bergafwaarts is gegaan en dat populisme zo enorme stem heeft gekregen in de wereld. Dat is natuurlijk dat is afschuwelijk of zo. Iedereen vergeet dat politiek gewoon een ernstig beroep is, zeg maar. Zoiets als hersenchirurgie of zo. En, maar ja, als je gewoon een beetje hard schreeuwt, dan kom je al heel eind, zeg maar. Met flauwekul. Hoe komt dat, denk je, dat zeg maar, internet met dat iedere, tussen aanhalingstekens, iedere idioot kan zijn eigen gelijk vinden overal en iedereen vindt ook dat hij gehoord moet worden? Denk je dat het daaraan ligt? Ja, denk ik ook wel, ja, dat iedereen ineens een stem heeft of zo, of ergens voor of tegen kan zijn. Ik zie natuurlijk nu ook over die corona, als ik mijn Facebook open doe of zo, ik kijk wel niet eens meer gewoon, ik ben ermee gekat. Het is dat vol met fucking bullshit gewoon. De mensen moeten dat allemaal maar als diarree ventileren of zo, van allebei de kanten. Van al die wappies, en sluit ze allemaal maar op. Weet je wat, laat ze allemaal maar op de intensive care werken. En aan de andere kant, nee, het zijn babybloed drinkende politici die de eeuwige jeugd willen houden en daarom... Het is gewoon echt afschuwelijk. Terwijl dan iedereen vergeet waar het dan werkelijk om gaat of zo. Dat is toch dat we midden in een klimaatcrisis zijn. De pandemie is gewoon een resultaat van de klimaatcrisis. Zo simpel is het. Weet je wel, dan denk ik, ja... Dat is gewoon... Ik denk, en ik vind dat de politiek daar weinig aan doet. Dat de politiek weinig zegt van... Hé jongens, dit is een zoonotisch virus. Het is overgeslagen van dieren op mensen. Dat is op vleesmarkten onder onhygiënische omstandigheden gebeurt. Ze zeggen van ja, niemand zegt erover, jongens, dat vegetarisme is eigenlijk nog niet zo'n slecht idee. Hebben wij het vlees eigenlijk wel nodig, weet je wel? Dat zou gewoon in mijn optiek, mijn bescheiden optiek, maar goed, ik ben geen milieudeskundige, en dat zou een oplossing zijn voor een hoop van onze problemen. CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat, tot de stikstofproblemen of zo. Sojaburgers, prima, weet je wel? Ja. Dat soort simpele dingen, die zie ik gewoon niet. Het gaat allemaal om Big Pharma, lullen er nu allemaal over, weet je wel. Wat ook zo is, oké. Okay. Weet je wel, we hebben wat vaccins te verkopen. Dus ze worden bang gemaakt dat iedereen zo snel mogelijk zijn prikje gaat halen. En testen. Ah, €150, weet je wel. Als ik naar München ga om te werken, hè, de dingen die je dan nog zo kan doen, dan ben ik €1000 test kwijt. Dat is gewoon absurd. Ja. Dat vind ik wel, dat vind ik gewoon dingen die me heel erg aan het denken zetten. En dat je daar dus dan vrij weinig over hoort in de politiek, daar weinig over terug hoort. Dat vind ik toch wel een onstemmende situatie al met al. Dat vind ik al heel lang hoor. En ik heb er ook wel, het is niet zo dat ik het door de pandemie ineens erger vind of zo, maar het komt niet meer naar buiten. Dus het is gewoon obvious dat is wat er aan de hand is. Dat is Big Pharma is wat
De ironie is, Big Pharma zou mensen beter moeten maken. Maar de parallellen met de wapenindustrie zijn natuurlijk gewoon precies hetzelfde. Er staan gewoon fabrieken bommen te maken. Als die bommen niet meer gegooid worden, dan staan die fabrieken stil. Dus moeten ergens bommen opgeflikkerd worden. Jemen, prima. Oké, let's go. Verscheep die zooi maar naar Saudi-Arabië. Die weten er wel raad mee. En dat vind ik wel... vind ik wel vrij heftig of zo. Dat vind ik geen complottheorie. Het is namelijk geen complot. Het is gewoon echt zo. Dat zijn dingen die me heel erg bezighouden. En soms komt dat dan naar boven in songs. Zo, dat ik daar boos over word. En denk ik van, oké. Okay. Voel je dan soms ook niet geroepen om... geroepen is een groot woord. Maar dat je zegt, jouw manier is dan... waar jij zeg maar goed in bent en wat je doet... waar je mensen mee kunt bereiken, is dan muziek maken. Heb je ook niet zoiets van, ja, is dat eigenlijk wel de manier waarop ik uiteindelijk invloed kan hebben, genoeg invloed kan hebben? Heb je het idee van, misschien moet ik me nog meer uitspreken op een andere manier? Nee, ik heb niet de behoefte om ook in die politieke rat race te gaan zitten of zo. Daar verkorrumpeer je jezelf mee, denk ik. Of ik zou mezelf daar in ieder geval vreselijk mee verkorrumperen. Maar ik denk dat al die... mijn kleine winkeltje of zo, dat een steentje zou kunnen bijdragen. Ik weet niet, ik heb daar geen illusies over of zo. Er staat niet een nieuwe Imagine op de plaat of zo. En daar valt ook nog maar over te bedenken hoeveel werkelijke invloed dat heeft gehad, die song. Dan heb je als het over een verbroederende of soort protestsong. Dan is Imagine natuurlijk wel een van de allergrootste. Maar dat heeft niet geleid tot een unificatie van de wereld, zeg maar. Dat is ook een reden waarom ik heel erg pro-EU ben. Omdat je dat gedonder met die grenzen en die wij tegen zij. Ik zag daar een lichtpuntje van. Oké, we're starting to get this, weet je wel. Brexit, weet je wel. Nou goed, who's next of zo. Dus het valt allemaal als loszand weer uit elkaar. Het probleem is gewoon dat de mens intrinsiek... kan niet heel lang vooruitkijken, generatie vooruitkijken... en is toch intrinsiek ook bezig vaak met eigen gewin. En kun je op een gegeven moment vermenigvuldigen in zo'n Big Pharma. Maar dat is ook gewoon de filosofie die overal hier is. Dus je moet uiteindelijk over je eigen schaduw heen kunnen kijken. Ja. En ook je eigen belang niet centraal stellen. Nee. En ik denk dat is iets wat bijna zeg maar, tegengesteld is aan hoe een mens zeg maar, in elkaar steekt. Nee, het is absoluut waar, ja. Ja. Ja, nou ja, God, je ziet natuurlijk dat het in China bijvoorbeeld wel kan. Landen waar men over het algemeen wat gezagsgetrouwer is, dan gaat het eigenlijk al een stuk beter. Vrij ironisch allemaal natuurlijk, maar... het hield me nogal bezig de laatste tijd en dat is gewoon een beetje doorgecijpeld in deze plaat. Ja, want ik zie dat je zegt aan het eerste nummer waar je mee bezig bent, that's how it goes these days. Dat was dan zeg maar het begin van Trump. Zijn deze nummers ook geschreven in een korte tijdspannen, of heb je ze ook de afgelopen 4 jaar allemaal geschreven? Of in veel, misschien in een half jaar of zo? Nou, kijk, ik ben een beetje een soort hondje achter een bal aan rent. Weet je, alsof er ineens een project is waar ik dan wat me leuk lijkt of om te doen, het is altijd muzikaal, dan gaat dat balletje ineens van daarheen en dan ga ik daar achteraan, jee, spelen! En zo gaat het wel. En af en toe komt het balletje dan weer terug op de plek waar ik dan... oh shit, ja, ik ben bezig met een album of zo. Dit zou als een album kunnen worden of zo. En dan denk ik van, ja, dan moet ik even me daarop concentreren. Dus ik schrijf vrij makkelijk songs. Dat vind ik niet een opgave, zeg maar. Het zegt ook overigens niks over de kwaliteit van mijn songs. Maar dat gaat mij makkelijk af, zeg maar. En zeker als ik met niemand rekening hoef te houden. En... de song zelf, vrij kort geschreven. En een aantal van heb ik ook een beetje herbouwd, omdat die eigenlijk bedoeld waren voor andere personen, zeg maar. Een stuk of twee. En voor de rest... Kijk, het is niet zo dat ik 4 jaar non-stop aan deze plaat heb gewerkt of zo. Maar ik heb altijd wel... Ik ben vrij onzeker van mezelf. Ik heb altijd een soort van weerklank nodig. En in de vorm van... Ik maak iets, parkeer ik het en dan moet ik even langskomen of zo. Dat ik het weer even draai in de auto of een jaar later denk van... Dus ik toch denk van, oh ja, dit zou wel eens kunnen beklijven. Dit vind ik wel een vet idee of zo. Dus dat is altijd wel... dat is het meest tijdconsumerende deel van het proces. Maar opnemen en schrijven, nee, dat is wel heel simpel. Overigens zijn bijna alle zang- en gitaarpartijen allemaal take one. Dus eigenlijk wat dat betreft... ik heb daar niet. Ik hou er wel van een soort eerste energie, zeg maar, die,
Nou, grappig, ik zeg de eerste energie. Ik wil nog even één, om het aantal, ik heb een aantal tekstregels opgeschreven. Ik heb, ik heb een analyse van de muzikaal, maar goed, misschien klopt dat helemaal niet, dus dat gaan we zien. Je opent de plaat met Between the Eyes. At least I can feel for a while, the darkness is on the way out. Je bent heel specifiek gericht op een moment of op een gebeurtenis. Ja. Ja. Ja, ik heb wel, ik leid wel aan winterdepressies, zeg maar. Dat is ook de reden waarom ik voornamelijk resideer Bonaire. Dat was zo'n punt in de winter. En het was een dag dat ik me goed voelde tussen twee maanden utter darkness, zou ik maar zeggen. Of zo. En dan voel je dat en dan grijp je dat aan om het om te vormen naar iets positiefs of zo. En dat is wel, dat weet ik, kan me goed herinneren. Ja, dat was toen. Ja. Ja. En zeg maar muzikaal, wat ik grappig vind, ik heb een paar geluisterd een paar keer en ik, misschien heeft het ook te maken met tijdstippen of andere schrijven wat je net zegt, dus misschien kun je er iets mee met die analyse. Ik voel, er zitten wat meer experimentele tracks op, waaronder dus Between the Eyes, vind ik. Dan heb je een aantal echt gewoon rock, echt gewoon vrij stevige gitaarrock. En dan heb je een aantal meer akoestische basis singer-songachtige liedjes. Ja. Is dat, zijn die allemaal door elkaar geschreven? Of is dat heel duidelijk ook aan een periode? Of aan een... Ja, god. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met de gitaar. Weet je, kijk, soms kan ik gewoon enorm genieten van een plaats van AC/DC. En soms afschuw ik het ook, het hele idee, zeg maar. Dus dan, en ik ben altijd op zoek, weet je. Ik ben altijd zoekend of zo. Ik ben nooit klaar met iets of zo. Ik ben altijd bezig. Ik wou dat ik me veel meer kon zeggen van, nou, dit is wat ik doe. Ik speel gewoon rockgitaar en that's it of zo. En met name rockgitaar in de jaren 60. Weet je, maar zoiets dergelijks. Maar dat, ik, af en toe dan verafschuw ik dat of zo. En dan denk ik van, nou, ik ga nu iets maken. Between the Eyes, daar is geen gitaar in te pas gekomen. Nee. Van. Het is alleen maar, idee. Vanuit mijn hoofd naar mijn laptop of zo. Dat was eigenlijk een soort van ding. Maar het is eigenlijk wel, het is eigenlijk wel een soort klassieke song met aardig wat coupletten. Dus in die zin is het wel, heeft het een soort songstructuur. Maar af en toe wil ik daar gewoon vanaf. En dan wil ik me dat ten doel stellen. Van, nou, ik ga niet nu weer een gitaar pakken en een C-akkoord aanslaan of zo. Weet je? Dus dat is een, ik probeer die mechanismes te doorbreken. Het is om te, echt alleen om te kijken wat het oplevert, zeg maar. En dat voelt heel bevrijdend. Dat zoeken geeft wel kleur aan mijn leven of zo, vind ik. Dat is wel de conclusie heb ik ook kunnen maken. En dat vind ik heel prettig, zeg maar. Dus, hoe tevreden ben je zelf, zeg maar, in dat licht met het verhaal wat je nu je had net verteld met Between the Eyes bijvoorbeeld? Hoe tevreden? Ja, want je opent ermee. Ja, heel tevreden. Ja, ik vind het zelf een hele mooie song. Het is heel... Ik vind het een heel mooie song over een soort zoektocht. Ik refereer ook daar aan Huckleberry Finn. Dat vond ik een mooi boek. Dat soort dingen en zo. Ik hou heel erg van dat soort referenties. Referenties aan plaatsen en tijden, zeg maar. Het opzoeken van een liefde of het juist daarvan weggaan. Ja, dat vond ik. Ik vind het met name qua tekst erg mooi. Erg goed gelukt, zeg maar. Ja, je maakt daar uiteindelijk een soort, ook voor de luisteraar krijg je uiteindelijk een soort you and me and us. Uiteindelijk is dat een soort... Ja. Ja. Klopt, ja. En is dat, je zegt van, ja, die winterdepressie, dat is zeg maar hoe het erop begonnen is. Wat is het, ik weet niet of je, hoe je het, in hoeverre je het wilt delen hoor, maar wat is zeg maar dan voor jou het basisverhaal van die track? Dat is een fictieve liefde, als het ware. En dus zo'n moment kan het wel hebben als je een klik hebt met iemand die je heel kort leert kennen, eventjes of zo. En je kijkt elkaar aan en dan meen je iets te bespeuren. Daarom is het ook Lovers Between the Eyes. We were lovers between the eyes, maar het is nooit geconsumeerd, als het ware. Dat is dat idee. Het is een fictief persoon, maar het is wel een moment zal je herkennen, weet je wel. Als iemand zegt, je hebt een klik, zo. En je merkt dat het dieper gaat dan lachen, zo, dat het iets dieper, dat het ergens ook in je voortplantings... Nou, nee, grappig wat je zegt, want ik zeg dat wel eens tegen mijn vrouw ook. Waardoor het heel diep voelt.
zo. En dan ga je daarover. Nou ja, dat is een thema waar je dan over fantaseert eigenlijk of zo. En dan krijg je zo'n gedrocht als between the eyes. Het is gewoon een heel persoonlijk ding. En het heeft ook een soort van. Veel metaforen. Ja, ik hou er wel van metaforen. Ik denk dat ik bij die song ook wel veel heb gedacht aan teksten van Dylan, zoals die van Ballad of a Thin Man of zo. Veel symbolieker in gestopt. Ja, ik hou er heel erg van. Het is een soort magisch realisme of zo, op een bepaalde manier. Ja. Nou, ik kon wat ik zo zeggen, de song verraste me. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ben met veel van je werk ben ik goed bekend. Je solo-albums heb ik misschien een paar keer geluisterd, maar het was ook wel nu recent niet geluisterd. Dus ik werd ook verrast zelf door Between the Eyes. Ja. Een ander nummer wat ik zelf nog wel, wat mij ook opviel, was Masters. Ja. Masters. First Day of Summer, zeg maar, daarin neem je mensen mee. Dat is de eerste regel die je zegt. Ja. Een vrij stevige track. Ja, klopt, ja. Ja. Dat is wel een gekke song, want die is ontstaan in een hele lijpe bui. Die heb ik gewoon een keertje, gewoon kwam er ineens uit. Zo. Het is ook maar één akkoord of zo. Dus, die flopte er. Ik had het gemaakt als een voorzetje. Ik ging namelijk met Go Back to the Zoo, toen Saint-Tropez inmiddels zouden JB, de band JB en Saint-Tropez oprichten. En we gingen hem opnemen in Frankrijk. Dus toen, dat was de eerste song die wij daar opnamen. Dus daar is een versie van met hun. Zeg maar. Ik geloof nog een aantal gitaren. Ja, Cas zingt er nog op. En één gitaar van Cas staat er nog op, voor zover ik weet. En dat was. Ja, dat weet ik nog wel, die ontstaan zijn. Die hebben in de Provence hebben die uitgewerkt, zeg maar, in Frankrijk. En, ja, het is wel een behoorlijk ding geworden, ja. Ja, ja, vandaar ook, zeg maar, de eerste regel. Bram, de drummer van Go Back to the Zoo, die is heel erg aan het editen geslagen met dat ding. Er zitten allemaal hele rare, gekke editfoutjes in eigenlijk, die ik expres vergroot heb. En zo. Dus ik word allemaal geluiden die er niet in horen te zitten, zeg maar. Want, ja. Toch op een muzikale manier. Maar het is wel, je zou kunnen zeggen, ja, dat is al een soort van bijna nu metal of zo, of iets dergelijks. Nu metal is wat groot, maar ik denk is het. Ja, de Marilyn Manson referentie hoor ik vaak. Ja, is dat dan een van die nummers waar je zegt van, die was dan uiteindelijk met een ander idee geschreven, maar heb je uiteindelijk dan toch, waarom heb je doen besluiten om hem wel op dit solo album te stoppen? Waarom past hij erop? Omdat hij gaat over. Het gaat gewoon over ook waar deze tijd over gaat. We got masters dealing in fear and masses willing to hear. Dat was gewoon eigenlijk de lijn van het refrein die overigens volkomen onverstaanbaar is. Wat die zang zo overstuurd is opgenomen. Maar dat is een constatering, een ding wat ik zie. So we got masters dealing in fear. Politici die gewoon in angst handelen. En massa's die het allemaal slikken en het consumeren, zeg maar, die angstboodschap. En vervolgens daarna gaan leven. Dat is natuurlijk, dat is mijn protestboodschap. Nee, maar wat ik al zei, ik vond hem, dat viel me ook op. En dan, nou, bijvoorbeeld, dan zeg maar van energie, wat je zegt van Between the Eyes, het meer experimentele, je haat-liefdeverhouding met de gitaar. Ja. Daarna die masters, zeg maar, waarin, nou ja, die gitaar echt heel overduidelijk sterk gebruikt wordt. En dan heb je de zachtere kant, de singer-songwriter-achtige kant. Ja. In wat voor sfeer, zeg maar, die nummers die bijvoorbeeld, als het niet goed is, moet zeggen, maar volgens mij is het End of the World, Wake Up, We've Only Just Begun, en that's how it goes these days. Waarom heb je gekozen dan, zeg maar, om dan ook nummers wel te schrijven met echt een akoestische gitaar? Wat is je idee daarachter? Wake Up, We've Only Just Begun is ook een nummer waar ik pas later gitaar aan heb toegevoegd. Zo, dat was in van origine was het meer een pianosong. Was dat. Kijk, Wake Up, We've Only Just Begun is een soort van, de boodschap daarvan is eigenlijk gewoon van, nou jongens, oké, het is allemaal negatief en kut en alles is boe en ba. Maar
En dat zit ook in de titel, The Beginning and Everything Before, a wake-up, before it just begun, is een referentie daarna. Is een soort van, met wake-up bedoel ik niet van, hé jongens, laten we allemaal naar Willem Engel gaan luisteren of zo, of Lange Frans, maar eigenlijk van, hé, dit is eindig, weet je wel, de situatie waarin we zitten. Dus val niet in slaap, blijf niet in hangen, maar wake up, want we zijn nog net begonnen, weet je wel. Ik zeg niet, kijk, we staan nog niet onder water. We zijn nog niet allemaal dood, weet je wel. De kans is waarschijnlijk wordt die soep niet zo heet gegeten als die opgediend wordt. Inderdaad, klappen smelten. En de ontbossing gaat gewoon steady door. Maar ik denk dat we niet binnen nu 40 jaar op een kale planeet wonen die onder water staat. Dat denk ik niet, of zo. En ik denk ook niet dat we allemaal met een coronapaspoort gaat rondlopen, dat denk ik ook niet, weet je wel. Dus dat is eigenlijk die kant, dat is de redelijke kant in mij die zegt van, joh, oké, het is kut, niet wat er aan de hand is, maar dit is eindig en dan wordt het beter, of zo. En dat is een soort van, ik weet niet waar het vandaan komt, misschien ook wel iets bijbels of zo. Er was vroeger een liedje, en dat is een cassettebandje waar ik dat zing, als kind van 3, is een katholiek kerkliedje, en dat liedje heet Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. En dat zit zo diep in mijn kop, zo, dat misschien is het dat wel. Dus het is wel een directe referentie aan dat gevoel of zo. Zeg maar. Ja. Ja. En vandaar ook zeg maar dat je dan uiteindelijk dan wel de gitaar, de akoestische gitaar, min of meer omarmd hebt om dan die boodschap. Ja, dat is ook wel grappig. Dat denk ik wel, ja. Want dat is natuurlijk toch mijn weapon of choice, op een bepaalde manier. Ja. Zeg maar. Ja. Dus dat. Ja, dat is mijn katana. Pijlenboog is ook leuk en donderbussen, maar uiteindelijk de katana. Ja. 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 Als je zeg maar voor jezelf, ik weet niet of dit de tracks waren die je had, of heb je nog moeten selecteren? Ik bedoel, hoe heb je zelf dit album willen vormgeven en de songselectie en jouw de titel? Is daar heel veel zorg aan vooraf gegaan of achteraf? Nee, de songs die ik dan het best vind of zo, die komen vanzelf al boven. Ik heb nog veel meer liggen of zo. Of de deluxe zijn de dingen die ik dan af wilde maken of zo. Dat komt vanzelf bovendrijven. Dat is het vet van de bouillon, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Of ik vind dat is niet een hele goede, dat wil je juist weghalen. Maar die komen van bovendrijven. En daar had ik zin aan om die af te maken. Dat selectieproces was al heel lang van tevoren. Ik wist wel al heel lang dat album The Beginning and Everything Before wilde noemen. Dat wist ik wel. Naar aanleiding waarvan? Wat zeg je? Naar aanleiding waarvan wist je dat? Is dat? Dat heb ik ooit in een song. Dat is een lijn uit een song die niet op het album staat. Maar er is een song die ik geschreven heb waar die lijn in zit. Ik vond het heel erg mooi. Want het is een soort all-encompassing. Je zou kunnen zeggen, je leeft in het nu. Dat is nu, de beginning. Je zit altijd in een begin. En everything before is het verleden. God damn, ik ben een oude hippie. Maar dat wist ik wel. En daarom, dus je ziet eigenlijk ook, volgens mij, Wake Up With Only Just Begun komt na End of the World. Weet je wel, dus de eerste liedjes, langzaam gaan er naar een of andere soort veel protestliedjes en dan eindigt het bij The End of the World. Van oké, het is een heel melodramatisch nummer. En dan daarna komt Wake Up, We're Gonna Just Begin. Dat is toch eigenlijk wat ik het liefste zeg, uiteindelijk. Ja. Alright, let's face this shit. En laten we het even oplossen met z'n allen. Hoe dan ook. Of je nou FVD stemt of de Partij voor de Dieren. We moeten hier doorheen en dat samen op zien te lossen. En dan zijn we weer in het nu of zo. Zijn we weer waar we nu zijn, op een goede manier, met de schone lei, if you will. Dus dat was dat eigenlijk. Dus ja, je zou kunnen spreken van een rode draad. Ja. 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 Wat zeg maar, wat is het? Je zegt van, dit is mijn weapon of choice, noemde je. Dit is zeg maar de manier hoe jij het wil doen. Wat je noemde ook al van Imagine. Ja, wat is daar nou van de invloed geweest? Is het proces voor jou nu klaar? Of moet deze plaat nu heel veel gaan doen als in qua je bewustwording? Hoe zit je daarin? Dat proces, ja, goh, ik moet hem vaak horen. Ja, weet ik niet of zo. Door, ik wil gewoon door. Ik ga nu iets nieuws maken, andere dingen. Ja, maar ik bedoel meer als in, je schrijft een plaatje, je hebt een helder verhaal. Je hebt een soort verhaal van de plaat, je hebt zelf een soort visie. Ja. Wat je wil overdragen, nou laten we zo zeggen, in meisje is ook een soort heel helder verhaal waarin je eigenlijk iets wil. Ja. Wil jij nu ook, hoop je dat dit een soort discussie opstart, of dat je uiteindelijk dat mensen erover gaan praten, of is het voor jou nu klaar, het is prima geweest en ik ga weer verder? Nee, vooral dat laatste denk ik. Ik heb niet de
ambitie of ook maar niet de hoop dat dat inderdaad tot kamervragen gaat leiden, dit of zo. Dat, daarvoor is het, denk ik, een niche ook of zo. Ik weet het niet, maar het zou me niet moeten interesseren. Dat is ook, dat is heel oneerbiedig, maar ik bedoel dat oprecht en vanuit een goede plek in mijn hart, namelijk dat ik maak deze platen niet voor om in de mainstream een slaatje mee te slaan. Of, snap ik wat ik bedoel? Ik maak deze plaat puur vanuit mezelf. Zo, dat is gewoon hoe ik die maak en hoe ik dat voel. En dat is de enige reden voor mij om het te doen of zo. Niet om een miljoenen publiek aan te binden. Dat zou mooi zijn, weet je wel. Dat is tot zeker ook met de Lens ook wel gebeurd. Maar ik geloof dat het goed is om dit soort dingen of kunst te maken vanuit jezelf, zeg maar. En niet per se om een publiek te bedienen of zo. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zeg maar. Als het thema was geweest, had ik nu, want ik heb een theatershow gedaan die erg goed heeft gelopen en waar heel veel mensen enthousiast over waren. En die mensen vroegen allemaal, heb je een cd'tje met de liedjes die je net hebt gespeeld? Die waren met name akoestisch en klein. En toen dacht ik, shit, nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Weet je wel? En dus ik had veel beter, had ik natuurlijk, als je commercieel was, had ik dat gedaan. Maar ik had daar geen zin in, zeg maar. Ik vind het heel leuk om in een theater verhalen te vertellen met een akoestische gitaar op mijn knie. Maar als ik in de studio zit met al die mogelijkheden en al die interessante dingen die je kunt doen, zo, waarom zou ik dat doen of zo? Zeg maar. Dus dat is een, hè, als iemand het me uitlegt, zo van, nou, dan kan je nog wel eens wat cd's verkopen, hoor, als je dan gaat optreden, want dat is wat de mensen willen. Zo. Maar dat vind ik heel moeilijk of zo. Dat strookt erg bij mij. Dus ik denk van, ja, ik maak gewoon dit in de studio en dat maak ik op het podium of zo. Dat is toch legitiem. Ja. Klopt, zeker. Wat zou kunnen zijn, wat je nu ook al zegt, zeg maar, we hadden het in het begin van het interview over dat je een aantal nummers van de eerste twee platen speel je nog steeds. Ja, en uiteindelijk ga je, als je dit gaat spelen, dan als mensen echt gaan luisteren, zeg maar, zit er een boodschap in, begrijp je? Ja, kijk, het zou kunnen zijn dat je dus, wat ga je doen? Begrijp je? Wat ga je doen met die boodschap? Ga je juist bewust die boodschap niet brengen? Of zeg je van, ik breng hem wel, dus je krijgt er vragen over. Ik bedoel, dit zou, je spreekt je uit, zeg maar, begrijp je? Dus als je gaat spelen, kun je daar interactie op verwachten? Nee, absoluut, absoluut. Ja. Ja, ik zou natuurlijk een aantal prangende vragen kunnen stellen. Ja, maar goed, spelen is even niet aan de orde. Dus dat zie ik dan wel weer als we gaan spelen. Maar ik ga zeker wel deze soms ook live spelen, inderdaad. En ook in het theater, dan ga ik daar ook wel mee spelen met dat idee van, hé, mensen, vinden jullie nou ook niet dat, weet je wel, goh, dat was wat, hè, met onze Donald Trump of zo. Dat ga je natuurlijk wel krijgen, ja. En mensen zullen daar ook zeker wel vragen over gaan stellen. Want het zijn geen neutrale onderwerpen. Dat is nou helemaal zo. Het is niet van, die songs gaan niet over een vaag verliefd gevoel of zo, weet je wel. Ze gaan allemaal ergens over. Het is geen niemand. Zeg maar, in het licht van alles wat jij doet, hoe belangrijk is, zeg maar, dan, nou ja, dit solo-album, je eerdere solo-album, daarnaast werk je ook heel veel met anderen samen, waarin je uiteindelijk met de producersrol hebt, of het is meer, zeg maar, dat je dienend bent. Hoe belangrijk is het voor jou om ook je eigen verhaal op je eigen solo-albums kwijt te kunnen? Voor mijzelf heel, ja. Al was het maar om gewoon een aantal cd's op een rijtje te hebben, waar mijn naam op het zijkantje staat, zeg maar. Dus dat, in die zin is dat belangrijk voor mij. En ook belangrijk om mijzelf die vraag te stellen van, wat ben ik aan het doen, wat maak ik, wat wil ik maken, in plaats van dat ik die input van een ander krijg. Hè? Want dat is vaak zo. Van, ik wil graag een nummer maken, en dat gaat over dit, dat gaat over dat, en ik zou graag willen dat het met synthesizers is, of met reggae-gitaren. Weet je wel, Het is een spiegel ook naar mezelf toe. Van, ben ik aan het doen en vind ik dit vet of zo? Weet je wel? Er zit geen judge bij of zo, zeg maar. In die zin is dat heel erg voor mezelf heel belangrijk. Ja. Een soort therapie. Ja. En wat ik bedoelde, is dat jij, sommige mensen die hebben het altijd nodig, zeg maar, begrijp je? Maar jij kunt ook prima een aantal jaren weer in een soort andere rol fungeren. Ja, klopt. Ja. Ja, absoluut. En dat vind ik ook leuk, zeg maar. Ik ben altijd op zoek. En ik vind het leuk om met apparatuur te kloten en mensen op het juiste pad te krijgen, bij wijze van spreken. Of te helpen bij het verwezenlijken van hun visie of zo. En dat is inderdaad een iets wat dienendere rol. Alhoewel ze ook juist vragen van, nou, hier moet je eventjes gewoon
je fantasie helemaal de vrije loop laten gaan. Want die combinatie is hartstikke leuk. Dat is eigenlijk het leukste. En het mooie daarvan is natuurlijk gewoon dat het heel snel, dat is heel bevredigend. Als je gewoon iets maakt wat goed is en waar mensen naar luisteren, waar mensen blij van worden. Dat jij daar mee hebt gewerkt, is natuurlijk gewoon een heel mooie opsteker. Hè? Dat is gewoon, dat is het horloge van de zaak, als het ware. Voor 25 jaar trouwe dienst. Jawel, ik bedoel, ik kan me voorstellen zeg maar, je hebt het ook nodig. Het is een spiegel van de ziel, zeg maar, wat je nu doet. Die andere dingen, die zijn natuurlijk ook hartstikke belangrijk. En heb je uiteindelijk een meerdere of mindere mate, kun je daar je eigen stempel in kwijt. Maar nou, als dit wel, zeg maar, de grote massa bereikt. Zou je altijd puur onder je eigen naam en met je eigen nummers en je eigen, zeg maar, ego op pad kunnen en moeten willen? Ja. Ja. Nou ja, tenzij ik een goede reden heb om een band of zo, weet ik wat. Maar ik denk wel, ja, nee, dat heb ik natuurlijk ook wel veel over nagedacht of zo. Maar ik denk van, ja, ik ben het alleen, ik doe het alleen, ik heet jij bij mij, dus why not, weet je wel. Ja. Dus dat is heel, heel fijn. Dat is een beetje zo, Jan Rot die zei ooit een keer, Jan Rot gaat nooit uit elkaar. Dat vond ik wel heel grappig of zo. Dat is natuurlijk met dit ook. Dus. En ik denk dat je daardoor ook wel veel kunt veroorloven. Dat je kan zeggen, ja, dit is wat ik op dit moment doe. Of waar ik me mee bezig hou of zo. En dat het alle kanten uitschiet, vind ik eigenlijk alleen maar een pre. Zo. Ik voel mij ook echt verwant met, ook dat is geen waardeoordeel hoor. Maar ik voel mij heel erg verwant met iemand als Beck. Beck Hansen heet. Hij heet gewoon Beck. En hij doet waar hij zin in heeft. Ja. En ja, soms heeft dat succes, soms niet. En dat vind ik gewoon, dat vind ik wel mooi, ja. Ja, laatste vraag is over, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, zie je jezelf bijvoorbeeld zo'n Between the Eyes, bijvoorbeeld, waarin je dan die gitaar eigenlijk bewust weglegt. Zie je zelf eens een album maken waarin je bijvoorbeeld echt in één stijl helemaal meer uitdiept en dat doet bijvoorbeeld? Ja, geen nee. ik heb altijd van die idee, ik moet een keer een jazzplaat maken of zo. Ik hou heel erg van jazz. En ook echt gewoon met zo'n pak aan en dan een soort van cool jazz maken of zo, weet je wel. Maar dat vind ik ook, ik vind het daarmee, het punt daarvan vind ik of zo, dat ik, dan heb ik bij mezelf het gevoel dat ik toch een soort karikatuur ben. Hetzelfde als ik een metalplaat zou maken, dan wordt het karikaturaal of zo. En ik, als ik dicht bij mezelf ben, dan is dat juist al die shit door elkaar of zo. Die brei van ingrediënten die het gerecht maken of zo. En ik denk dat bij mij, dat is mijn burden of zo. Ik zou willen dat ik zeg van, ja, ik ben gewoon volkszanger. Ik zing gewoon levensliederen van, lekker stampen. Ik zou willen dat ik dat kon. Dat je zegt van, dat is mijn ding. Of AC/DC heel duidelijk, eenvormig iets. Ik denk dat ook wel een sleutel tot succes is. What you see is what you get, of zo zeg maar. Hè? Dan snel te behapstukken iets of zo. Maar ja. Ja, maar het is natuurlijk niet, het is natuurlijk niet zwart-wit, vind ik. Ik bedoel, wat je nu zegt is misschien 0 of 100, begrijp je? Ja, ja. Begrijp je dat je de... Nou ja, dat moet je allemaal zelf weten natuurlijk. Maar dat je op een gegeven moment zegt van, ik geef mezelf kaders, begrijp je? Ik zal iets meer... Je zegt, je legt het goed uit. Geef jezelf een kader. Dat is wat ik zou, als ik dat zou willen, dan zou ik dat moeten doen. Dan zou ik moeten zeggen, nou, op deze plaat komt geen gitaar of zo. Hè? Of maximaal 2 layers van iets of zo, weet je wel. Dus niet synths omstapelen, noem het allemaal op, dat soort dingen. Maar gewoon een lege plaat maken, van een minimalistisch, ja. En een jazzplaat, serieus, weet je, dat lijkt me hartstikke leuk. Maar ik vind het feit dat ik het al zeg, klinkt al karikaturaal of zo. Want jazz is everywhere, weet je wel, bij mij. Zo. Dus ik vind ook heel veel dingen zijn gewoon jazz. Ik beperk mij niet tot de standaard akkoorden vaak of zo. Dus dat zit altijd wel een beetje erin. Dus ik weet het niet, ik vind dat moeilijk of zo. Ik vind het echt moeilijk. Ja, maar ik denk wel, ik bedoel, ik ga nu iets meer op de stoel zitten op degene waar we het begin van zeiden, van dat moet je eigenlijk niet willen, zeg maar, dat hele, je cd'tjes verkopen nadat je, begrijp je, dat je heel erg al proactief over nadenkt. Ja. Ik zat te denken, zeg maar, voor jouzelf, ik weet niet, qua, ja, ik denk het een beetje een vies woord, maar qua profilering, qua, begrijp je, qua... Ja. En daarmee ook, zeg maar, misschien juist uiteindelijk weer nog meer die vrijheid krijgen naar een groter publiek.
Het hoeft elkaar niet te bijten, laat ik het zo zeggen. Nee, zeker niet, maar ik denk er gewoon nooit over na. Maar het is gewoon... Ik denk er gewoon simpelweg nooit over na. En dat is misschien heel dom of zo, maar ik denk altijd... Ja, ik denk dat fladderige, random... Ja. Dat hoort heel erg bij me. Dat is mijn maatje op een bepaalde manier. En ja, kijk, ik heb echt respect voor mensen die dat... kunnen of zo, hoe Danny dat doet, weet je wel, je weet wat dat is. Ja. Gewoon een rockabilly gast, halve zigeuner met tattoos en een akoestische gitaar en speelt gewoon, dat vind ik helemaal te gek. En die stijl zingen, weet je wel. Zo, ja, maar bij hem is het op een diepe buiging, zomaar. Ja, klopt. Maar wat ik één dag zo rondloop. Nee, dat wil ik zeggen, wat jij nu zegt, zeg maar, ik denk juist dat. En het hoeft voor jou helemaal niet te gelden. Dus dat, wat ik nu zeg, bedoel ik niet voor jou, maar wat bij hem uiteindelijk gebeurd is, hij was juist in het begin. Vond ik hem juist iets meer karikatuurachtig. Ja. En op een gegeven moment is hij het... Misschien was hij het altijd al wel, maar voor mij... Ja. Werd hij het op een gegeven moment echt, begrijp je? Hij werd het echt. Ja. En dat is een beetje kip-ei verhaal, begrijp je? Dus misschien is het wel juist wat je zegt, dat je uiteindelijk op deze manier door moet, dat uiteindelijk dat het ook wordt, begrijp je? Ja. Ja. Nee, absoluut. Maar dat is... Nogmaals, kijk, ik hou van rockabilly. Ik ben enorm fan van de Stray Cats en de Johnny Burdett trio. Een van de allerbeste rock'n'roll bands aller tijden. Maar ja, ik draai ook regelmatig gewoon Aphex Twin of dat soort shit. Dat vind ik ook vet. Dat vind ik net zo vet, weet je wel. Dus ik kom dat de hele tijd tegen. Dus op het moment dat ik denk van nou, hè, wat mensen ook wel van me zouden willen zien. Van, ah, je bent echt een rock'n'roller, weet je wel. Die leeft echt een rock'n'roll leven, zo. Weet je wel, zo dat, van die vette gitaren of zo. En dat vind ik ook leuk, hoor. En soms sta ik op een podium inderdaad, vliegen in Duitsland en dan denk ik. Met een paar cowboylaars aan en denk van ja, I was born to do this. Of zo, weet je wel. Dat gevoel heb ik ook vaak wel. Maar als ik dat dan denk en een sigaret opsteken en een biertje inschenk, dan denk ik, ja, dan vind ik het ook weer boring. Want ga ik in de tour zitten en dan luister ik naar, I don't know, weet je wel, composities van Lully of zo, die aan het Franse Hof gespeeld werden. Ja, en dan komt dat weer tegen. Weet je wel. Dus het is gewoon. Het is niet makkelijk om mij te zijn. Echt nee, begrijp. Maar ik denk, waar het dus om gaat is, zeg maar, je hoeft, laat ik zo zeggen, je hoeft niet elke dag dezelfde pet op. Je hoeft niet elke dag dezelfde kapsel op. Maar je kunt op een gegeven moment zeggen van, in mijn backcatalog doe ik nu een toertje waarin ik iets meer leun op het zwaardere gitaarwerk. Daarna doe ik een toertje op de singer-songwriter. Begrijp je kunt ermee spelen. Zeker. Ik zal het eens overwegen. Ja, ik bedoel, mijn mening is niet belangrijk verder. Maar dat was, ik bedoel, wat ik zeg, mijn mening voor de rest niet belangrijk. Het is natuurlijk helemaal, maar dat was op een gegeven moment, toen die plaat hoorde, ik hoor gewoon verschillende hele sterke songs, zeg maar. En ik voelde, zeg maar, nou, die thematiek, die textueel, die komt inderdaad door. En qua stijlen zag ik gewoon drie stijlen. En het is, inderdaad, dat maakt de plaat ook heel mooi. Scherp gezien. Maar, ja. Huh? Ja. 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 Nee, dus ja. Ja, wat nu verder hiermee? Releasen. En als we weer mogen spelen, ermee gaan spelen. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje heel simpel eigenlijk. Maar het is eruit en het is daar. Ik kan er altijd naar terug refereren, et cetera, et cetera. Dus ja, je krijgt natuurlijk altijd van, nou ja, god, de plaat heeft maar een maand aandacht en dan verwatert het weer. Maar ik denk, ja, it will find its way to the people that like to hear it. Zo, dat is gewoon eigenlijk, gaan natuurlijk wel dingetjes doen en zo. En ja, ik hoop natuurlijk dat het een enorm succes wordt. Zo. Maar het is niet mijn drijfveer. Zo. Het is ook niet de drijfveer geweest toen ik deze plaat maakte. Ik hoop dat het gewoon zijn weg vindt. Maar mensen die daarvan houden. Zo, dat, ja. Welke single ga je uitbrengen? Ik geloof Truth. Dat die uit gaat komen als een soort key track naar het album of zo. Maar dan moet ik even met mijn platen... maatschappij overleggen. Dat overleg je over vandaag. Even kijken hoor. Ja. Welke wil je zelf? Ja, ik vind ze allemaal goed. Maar het ding is natuurlijk gewoon als je iets uitbrengt, dan is dat iets voor playlists of de radio. En dat zijn dingen waar ik gewoon... Ja, dat vind ik niet aan mij om te beslissen of zo. Ik weet niet. Ik vind het allemaal hits namelijk. Nou ja, goed, ik denk dat ik zou ook, wat ik zelf bedoel, ook gezien waar ik door verrast werd en waarin ik echt dacht van ja, wat ik zeg, dat was Between the Eyes en Masters Masses. Ja, ja. Is ja, gewaagd? Is, soms, hè? Is gewaagd, denk ik, misschien richting radio, maar ja, waarom niet? Ja, maar kijk, gewaagd,
come on, weet je. Er wordt veel te weinig gewaagd of zo. Het verbaast mij gewoon hoe monotoon de radio is tegenwoordig, weet je wel. Ja, Penguin Radio heb je dan. Of weet je, het ook weer, die Franse zender is ook zo geweldig. God. Radio Paradise draai ik graag, weet je wel. Dat is allemaal eclectisch, maar de meeste radio's, ja, het is allemaal autotune en het ik voor in de floor het doe en Nederlandstalige kut hiphop over je brommen en zo, ja. Whatever. Ja, ik heb daar helemaal niks mee, weet je wel. Dus I don't know what's going on in Radio Land of zo. Ik ben heel erg zoekend. Ik zoek zelf VIP Radio. De Fransen zijn het VIP. Dat is geweldig. Die draaien echt alles door elkaar. Echt klassiek. Pop, jazz. Het is echt een te gekke leuke zender. Ja, weet je, alles moet voldoen aan een profiel tegenwoordig. En dat vind ik, ik haat dat. Ik haat het echt of zo. De avontuur van de zoeker is weg. Of zo, weet je wel. Het is allemaal gewoon, je weet het gewoon als je een boze rapper op een hoes staat. Weet je al precies hoe die muziek klinkt of zo. Ik heb daar niks mee. Ja. Zo. Ik zoek gewoon graag. Ik hou van ridderfilms en ik hou van kinderboeken en ik hou van diep filosofische boeken. Weet je wel. Ik heb dat niet nodig om mijn leven te profileren, zeg maar. Nou, één vraag hierover. Want je zegt nu hetzelfde als eigenlijk met jij, wat je bent een zoeker. Dat komt dan ook terug in het eerdere gesprek wat we hadden over je muziek, zeg maar. Ja. Laatste vraag. Je bent een zoeker, maar zoek je iets? Of is het leuk om te zoeken? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, zoals Einstein zei, I love to travel, but I hate arriving. So, ja, dat is zoiets, ja. Is dat. Ik ben op zoek naar het graf, dat was wij allemaal. het zoeken, de jacht is leuker dan mijn vangst, ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat je, dat zoeken is gewoon een soort een proces, een soort nature of zo, denk ik. En waar het vandaan komt, dat het van de jagers, verzamelaars of zo, dat je altijd op zoek bent naar een konijntje om straks te kunnen roosteren of zo. Dus dat kan best dat daaruit komt. Ik ben gewoon een rustig persoon en ik moet heel erg mijn best doen om juist rustig te blijven, zeg maar. Dat vind ik wel, die rust. Maar ook als ik rust opzoek, dan ben ik ook aan het zoeken, weet je wel. Ga ik duiken of met een zeilboot ergens heen varen, weet je wel. Dus ik zit nooit op een stoel. Hoe kan dat? De patience of zo. Ja, maar hoe kan dat? Ik weet het niet. Het is gewoon natuurlijk. Ik hoef er niks voor te doen. Het is gewoon zoals het is. Dat, ja, dat, ik ga wel eens aan, ik ga ook op Bonaire, waar ik woon, ga ik wel eens naar het strand, want het is een kwartiertje. Een half uurtje. Of als ik met vrienden ga barbecuen, dan duurt dat langer. Maar als ik met eentje naar het strand ga of zo, van nou, zullen we naar het strand of zo, dan een kwartiertje, een half uurtje. En dan wil ik duiken of zo. Dan wil ik gewoon, kijk, haal mijn fles en toestand. En dan ga ik gewoon, ik voor wat, zoeken. Ja. Zoeken naar plastic op het rif, weet je wel, dat soort dingen, zo'n bekertjes of gewoon zoeken. Ja. Ja, maar dat komt ook naar concluderen, dat komt ook wat je zei, dat komt ook heel erg naar voren in ja. Vooral vind ik de muzikale koers van de plaat. Ja. Bedankt voor je tijd. Ja, jij bedankt, man.